kampioenschap en zij leveren hier hun kampioenen af. Was vorig jaar ook Duitse kampioenen, deze Sarah Hecken. Is nog jong, 17 jaar oud, uit Mannheim. En die zag Piotr Tsipa aan de kant staan, haar coach. Vorig jaar op de Europese kampioenschappen 16e en 12e op de wereldkampioenschappen. Dat was uitstekend. Dus ook een talent in opkomst in Duitsland. Drievoudige toloop en nog een drievoudige toloop voor Hecken. Ze trekt hem er nog net uit. Die tweede die was eigenlijk hoger dan de eerste. Dat is geweldig. Drievoudige Solchow. Vol overtuiging. Ja mensen, alweer een foutloze kuur hier in Bern. Die korte kuur van de dames is echt een van de hoogtepunten van het hele toernooi aan het worden. Sarah Hecken uit Duitsland lapte het ook. Drievoudig. Ja, niet alleen foutloos, maar ook alweer met zoveel passie. En dat voor zo'n jong meisje. Ja, dat die vrouwen elkaar aansteken. Ze gaan ervoor. Inspireren elkaar. Ik zag het ook in die passenserie. Ik hoop dat we dat nog even terug gaan zien. Die ontlading en die vreugde, die passie van Hecken. Je ziet het maar al te vaak dat je eigenlijk op hun gezicht kan lezen dat ze alleen maar met die techniek bezig zijn. Nou, ze laten dat los vandaag. Dat is hier absoluut niet zo vandaag. Ze zijn juist met het programma bezig en die sprongen. Ja, dat is gewoon omlijsting. Die horen bij de choreografie. En dat is zo leuk om te zien dat het niveau ook zo hoog is. Piotr Tsipa is natuurlijk ook dolblij. Eduardo Bernardis, coach uit Italië, die ook bij haar ontwikkeling betrokken is. Eigenlijk meer als choreograaf. En wat heerlijk dat al die dames het zo goed doen. Wat jammer dat dan Manouk Gijsman hier niet bij is. Dat zou haar ook echt geïnspireerd hebben. Ja,
Absoluut. Nou, hier die geweldige combinatie. Drievoudig Tolop, drievoudig Tolop. Waarvan de tweede hoger was dan de eerste. Ze kon hem nog maar net houden, gelukkig. Maar goed, dat bewijst dus de sfeer van vanavond. Ook al sta je misschien niet zo sterk, ze trekken die sprongen eruit. Drievoudige Salchow hier. Ik heb haar gejureerd in Dortmund afgelopen december. En dat was de tweede. Dat was de tweede, maar dit is een wereld van verschil met vanavond. Het is veel beter, hè, dit vandaag. Het is veel beter. Ja. Oh, die ontlading, geweldig. En wat een mooie sport is dit dan toch. Vol gratie, vol emotie. Heerlijk. Coach en choreograaf zijn ook dik tevreden. En ja, natuurlijk heeft ze nog niet de klasse van een Kira Korpi of van een Sarah Maier. Maar ze komt eraan, hoor, deze Sarah Hekken. Het is een kwestie van tijd. Ze is ook pas 17. 17 pas, ja. Dus nog volop in ontwikkeling. En ze heeft ook al een senior Grand Prix mee mogen doen in Parijs. Daar was ze 10e. Medaille is dus gewonnen in Dortmund en in Graz op dat B-circuit. De first place van Sarah Hekken van Germany. Ira voor nu 50-90 misschien mee te vergelijken. Maar ik denk dat Hekken wel daar boven zal komen. Nou, tiende. 51-12. Daar komt ze dus net boven. Gaat Sarah Hekken naar de 9e plaats. Ira van Nuut nu op de 10e plaats. Met nog twee rijders te gaan. Jeroen die zit hier met een glazen bol, heb ik het idee. Dat was gisteren met paarden ook al zo.